Nu kijk naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken nog vrij veel wolken over Nederland. Maar echt actief is die bewolking niet. Het blijft dan ook droog met in het zuiden misschien een enkele opklaring vanochtend. Maar over het algemeen, dus tamelijk grijs weer. Een matige wind uit de zuidelijke richting. En vanochtend is het 1 tot 3 graden. In de middag loopt de temperatuur wat verder op en is het overal een graad of 4, aanhoudend een matige zuidelijke wind en ook aanhoudend vrij veel wolkenvelden. In ieder geval is het nog wel droog, maar in de avond komt er langzaam een storing dichterbij en die zou in de nacht langzaamaan ook wat regen over het land kunnen brengen. In de avond minimum temperaturen 1 tot 3 graden, in de loop van de nacht stijgt het kwik enigszins. Dan gaan we naar morgen, dan trekt de regen al snel naar het oosten weg en breekt de zon door. Is het een redelijk vriendelijke dag met een matige zuidwestenwind en 6 tot 7, misschien 8 graden op de thermometers. Een heel behoorlijke dag dus, die wordt gevolgd door een donderdag waarin het pijpenstelen regent. 6 tot 8 graden opnieuw en meer wind. Vrijdag en zaterdag neemt de wind nog verder toe. En zaterdag is er zelfs enige tijd kans op een storm langs de kust. Daarnaast ook stijgende temperaturen, zaterdag op veel plaatsen 12 graden. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl